We zijn 5 jaar geleden begonnen na te denken over wat zijn nu de trends voor de toekomst. Een van was big data. Wij willen graag in Almere kijken of we daar ook een economische activiteit kan maken. En werkgelegenheid, want dat willen we graag in Almere. Wat wij met name doen is op dit moment mensen leren kijken naar wat kun je met data doen. Bewust worden hoe je data kunt inzetten om beter inzicht te krijgen en beleid voor te bereiden. En dan met hun op zoek te gaan naar welke data heb je nou nodig. En data op zichzelf is niet iets bijzonders, maar welke vraag wil je nou eigenlijk beantwoorden? Welke vraag ga jij met data nou oplossen? En dan zie je dat je nog te veel mensen heel enthousiast over data ziet praten, maar je moet een vraag hebben. Heb je een vraag, dan kun je nadenken, kan ik met data die vraag oplossen? En dan gaat het werken. Ik denk in de algemeenheid, big data gaat overal in een rol spelen. Als je nou over bol.com praat, over rechtszaken gaat praten, over je schade gaat praten bij verzekeraars. En zeker in de financiële wereld, waar het echt gaat om massa's aan data, kun je met data beter inzichten krijgen, je beleid beter voorbereiden en je producten afstemmen op de consumenten die je graag binnen wil hebben. Ik denk dat je veel specialisten nodig hebt. Het is net als communicatie. De een is goed in beeld, de ander is goed in tekst. En bij big data heb je mensen nodig die goed kunnen kijken naar data. Databestanden. Zijn ze zuiver? Zijn ze schoon? Heb je analisten nodig? Heb je visualisatiemensen nodig? Maar je moet ook heel veel verstand hebben van het domein. Anders zie je wel correlaties, maar geen causaliteit. Dus je hebt twee typen mensen nodig. Aantal specialisten op het gebied van big data, met verschillende competenties. En iemand die echt verstand heeft van het domein, zodat je geen domme dingen gaat doen. Ik denk dat je er naartoe gaat omdat je voor jezelf allemaal aanvoelt. In alle media zie je staan big data, van wat kan ik ermee? Het heeft alleen zinvol als je naartoe gaat, als je bij jezelf nadenkt, waar ben ik nou voor verantwoordelijk? En kan ik met data mijn verantwoordelijkheid beter invullen? En daar moet je naartoe, want dan sta je verbaasd wat je kunt met big data. Binnen de privacygrenzen kun je fantastisch veel dingen doen, maar denk wel even na over, wat is nou mijn vraag?